De gratis plastic tas moet verdwijnen van de markt en uit de supermarkt. Dat meent staatssecretaris van Milieu Joop Atsma. In Oostenrijk en Italië geldt al een verbod op het gratis verstrekken van plastic tassen. De gratis tassen zorgen voor een enorme plastic afvalberg die steeds moeilijker te verwerken is. Ook voor de middenstand zorgen de tassen voor een grote kostenpost. Hoe denken marktlieden en klanten op de Eindhovense markt over een eventueel verbod? Prima. Ja, prima. Ik vind gewoon je eigen tas kan meenemen in plaats van die kleine tasjes. Maar als je ze toch krijgt, dan kun je ze natuurlijk gebruiken. Hergebruiken. Je vraagt aan de mensen tegenwoordig wel, wilt u een zakje erbij? En dan zegt tegenwoordig de helft van de mensen, nee dankjewel. Dus die nemen het dan zo mee. Goed idee. Ja? Denk ik wel, ja. Hoe wilt u fruit dan mee gaan nemen? In een papieren zakje. Ja, absoluut. En wat doet u met deze tasje als u thuis komt? Ja, ik gooi ze weg. Ik heb ooit, als ze iets groter zou zijn, zou ik ze hergebruiken in een pedaalemmertje. Maar deze zijn te klein om nog her te gooien. Zou u ook bereid zijn om geld te betalen voor uw plastic tasje? Nee, dat doe ik nooit. Nee, nee. Nee. Dus bijvoorbeeld deze kost 2 cent. En in het papieren zakjes kost tussen de 30 en de 50 cent per stuk. En die staan wel iedere keer bij het oude papier aan de straat. Dus dat is eigenlijk weggegooid geld. Vind ik van deze niet. Ja, pak je ze in een katoen, hè? Ja. Zelfs toch duurder? Ja, dat maakt niet uit. Beter duur is niet te koop. Nou, dat vinden wij niet erg. Maar welk alternatief heb je? Ja, hoe wilt u fruit dan mee gaan geven? Ja, juist, net als vroeger. En vindt u het ook echt belangrijk dat er geen plastic meer komt op de markt? Het is altijd belangrijk, hè, met milieuvriendelijke maatregelen. Dus dat kan helemaal geen kwaad. Nee, ze doen het best, maar ik vind het prima.